Yo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video en vandaag gaan we weer hide and seek doen in de playground. En ik zit hier samen met Liam. Hi. Met Rick. Hallo. En met je girl, Diamantuel. Hallo. Dus vandaag gaan we weer op drie verschillende plekken gaan zoeken. Als eerste ga ik zoeken in Tomato Temple. Als tweede gaat Linda zoeken in het Lucky prachtige Landing. Lucky Landing. Thanks Linda, ik was het al bijna vergeten. En dan ga ik nog zoeken in Flash Factory. Dus zitten jullie een beetje goed verstopt, jongens? Ja, heel erg goed. Jawel, ja. Hoor. Ja, dus ik mag Tomato Temple gaan betreden. Ja. Ja. Oké. Okay. Ah, jullie schrokken van die schoten, hè? Ja, heel erg. Ja. Welke schoten eigenlijk? Oh, ik hoorde niets. Ik ook niet. Oh ja, ik schoot met die nieuwe turret. Oké, okay, we gaan even eerst zoeken in het tankstationnetje, zeg maar. Maar momenteel zie ik hier echt nog niemand. Hoi, Ryan. Wat? Hoi. Nee, dat kan niet. Nee, weet ik. Rick, je hebt het al 10 seconden overleefd. Lang, hè? Ja. Nieuw record voor Rick. Ja. Ja, de vorige keer toen ik vertrok... Dan kwam jij, dan landde ik met mijn quad naast hem, letterlijk. Hoort iemand dit? Wat? Nee. Nee, ik hoorde het niet. Ben je aan het dansen of zo? Nee, ik deed de emote. Weet je die emote? Drop the bass. Ah. Drop the bass? Ja. Ik ga even eerst die boom kapot spelen. Ik vertrouw er echt niks van. Arme boom. Liam, zie je dit? Oké. Dit is echt zo'n sneaky plek voor Rick hier, naast die trappen. Dat klopt, maar loop dan maar even voorbij gewoon, hè. Oké, laat de chitchat ook liggen. Ja, is goed. Maar misschien kan je het wel gebruiken. Ik heb ook wel het gevoel dat iemand echt gewoon bovenop die tomaat... Oh, ik vlek hem naar beneden. Ik heb het gevoel Handig. dat iemand op die tomaat zal zitten. Dus ik ga het gewoon gelijk checken, hoor. Nou, zit iemand op de tomato hit? Nee, ik fuck hem even nope. weg. Zo, ja, niemand zit erop. Nou, dat is wel een beetje jammer, vind ik. Waarom? Nou ja, ik had verwacht dat iemand op de tomato hit ging zitten. Beetje voor de hand liggend, hè? Ja, maar... Het is toch juist de bedoeling dat we ergens zitten waar je het niet verwacht? Ja, maar je moet het me ook niet te moeilijk maken, want ik doe er echt altijd uren over, hè? Oké, vooruit. Ik heb een tomato temple. Oh, oké. Heeft iemand de shadowstone gebruikt? Nee. Nee. Oké, dan is het goed. Anders mag ik alle muren gaan weghakken. Ja, dat wil je niet. Ik heb echt al het gevoel dat ik 10.000 keer langs iemand ben gelopen. Nou, ik hak ook even die boom hier op. Niemand in de boom? Nee. Iemand in die boom? Nee! Grapje. Hij zat te kijken of er iemand heen kwam. Ik zit in ieder geval niet in een boom, Ryan. Nee? Oké. Ik ook niet. Ik ook niet. Oké, dan mag ik de bomen dus uitsluiten. Waar zitten jullie? Ik heb echt zo het gevoel dat jullie echt op een afstandje me zitten te bespioneren. Waarom heb je zo weinig vertrouwen in ons, Ryan? Nou ja, ik weet het niet. Ik dacht, misschien gaan mensen me al trollen. Ben ik al langs iemand gelopen? Nog niet langs mij. Of jullie zitten gewoon allemaal in één kamertje bij elkaar. ja, dan ga ik het huis doorzoeken. Wacht, nee, ik ga eerst de onderkant. Zo, dit is echt nog een grote plek. Ja. Ik had het eigenlijk wel kleiner verwacht hier. En iets minder lastig. Ricky. Ja. Liam. Lindy. Waar zijn jullie? Je hebt gewoon nog niemand gevonden, Ryan. Hoe kan dat nou? Weet je het zeker? Ja. Nee! Oh. Oh, sorry Linda. Is niet erg. Nou Rick, ik heb je niet als eerste gevonden. Gelukkig niet een keer. Ik zag echt zo'n paashaas daarboven zitten, joh.
Nu nog Rick en Liam. Waar loop je nu ongeveer? Waar ik Linda kilde. Ah ja, ik weet niet waar Linda zat. Onder het huis zat ze. Ah, oké. Okay. Moet sowieso ook die randjes hier kijken, want je kan niet recht. Wow, ik schrok joh. Van mij? Ja, ik hoorde echt. Dat deed ik niet hoor, Ryan. Nee, nee. Was dat iemand anders dan? Nee. Ja. Nee, het was die glider, denk ik. Niemand onder de trap? Nee. Ah, ja, wel, iemand onder de trap in de emmerbox. Aha. Ja. Niemand in de badkamer? Nee. Niemand in de slaap. Wil je wel de deur achter je dicht? En wat? Wat doe je? De deur... Hoe kan je me zien? Ja. Yeah. Zie je me door een raam of zo? Ja, misschien, misschien niet. Ofwel ben ik echt heel blind. Ofwel zit je me gewoon dik hard te pranken. Ah, misschien zit je op het dak, misschien kan je de deur horen. Never know. Rick, je zit echt goed verstopt, joh. Ja, toch? Ja. Is ook nieuw. Hoorde je dat, Liam? Liam, hoorde je het? Wat? De deurbel. Nog eens? Ja, die is kapot. Ik heb de deurbel kapot gemaakt. Oh. Echt waar, feestje hier. Wat, feestje hier? Waar zitten jullie? Wat? Niks. Nee, niks, Ryan. Jullie zitten... Ben ik al langs jullie gelopen? Bij mij nog niet. Bij mij wel. Echt? Ik heb je hoofd gezien. Wat, je hebt mijn hoofd gezien? Gezien. Oh, wauw. Echt waar, ik haat zoeken gewoon. Ik vind het ook niet leuk, want iedereen... Goeie muziek hier. Muziek? Ben je... Oh. Wat is dat, Jay? Ik heb echt het gevoel dat je me echt hebt te begluren hier. Kiekeboe. Als Liam, ik dacht dat daar ik was. Nee, ik zit goed verstopt, hè. Godverdamme, Rick. Ik zit echt goed verstopt, maar ik heb Liam gevonden. Maar ik heb het gevoel dat Rick hier eigenlijk zit. Zit je in een boom of niet? Je zit sowieso in een boom. Je zit sowieso... Nee. Gewoon een dikke party hier. Ik hoor geen muziek. Hey Ryan. Oh, jij zit... Nee, dat is Liam. En daar gaat ie. Hè? Wat? Heeft hij Skype? Nee. Waar zit die man? Ben ik blind? Ik ben lekker aan het dansen. Waar sta je? Hè? Wie is zo aan het dansen? Hij hebt me eindelijk. Oh my god, Rick, ik laat je leven. Ik laat je gewoon leven. Dank u. Nou, ik heb eerst Linda gevonden. Dan Liam. Mm-hmm. En dan Rick. En dan ga Linda zoeken op Lucky Landing. We zitten allemaal verstopt in Lucky Landing. En ik heb een vraag aan Liam en aan Rick. Zitten jullie goed verstopt? Nee. Ja. Nee en ja. En Linda? Hoe ik zit heel snel goed ga verstopt. Ons vinden? Nee. Ik heb een andere vraag. Hoe snel ga je ons vinden? Ja, dat is toch maar de vraag hoe goed jullie verstopt zitten. Nou ja, want hoe goed zit jij verstopt, Ryan? Ik zit eigenlijk echt op een slechte plek. Maar de slechte plekken zijn de beste plekken. Ja, dat is wat ze zeggen inderdaad. Dus Linda, je kan onze kant op komen. Is goed, kom eraan. Oké. Okay. Oh, wow. Meteen in de lucht. Ja, dan kan ik gelijk even kijken of iemand ergens bovenop meteen zit. Meteen het arendsoog gebruiken. Oog voor detail.
Even kijken. Uh-oh. Wat is er, Liam? Nee, ik hoor een glider. Nou, Linda is echt aan het scannen van Zo, Liam heb ik gevonden. Nu al? Nu al? Ja, ik heb hem één keer geschoten zag dat hij niet helemaal dood is. Zag je hem vanuit de lucht? Nou, eigenlijk toen ik wilde landen, ik wou op de lantaarnpaal landen en toen, ja. Liefdies voor jou, Liam. Dank je. Ja, die hoorde jij ook dus, Ryan? Nee. Nee, hoe weet je dan wat ik gooide? Ik zag het. Oh, je zag het, oké. Okay. Dat wil natuurlijk ook niks zeggen. Ja, dus jij kan mij vanaf hier zien, Ryan. Ik heb geleerd te horen, zien en zwijgen. Aha. Ik ga gewoon eventjes in de gebouwtjes kijken. Nee. Hier is de loot nog intact, zoals ze zeggen. Ik denk dat hier ook niemand zit, om eerlijk te zijn. Nee, oké. Ik ga hier weer weg, hoor. Oké. Ja. Niemand hier bij de vuilnis? Nee. Niemand op het dak voor de rest. Ik zie daar Leo lopen. nog een keer schieten, Leo. Doe dan. Doe het zo, hoor. Durf je niet. Ik ga eerst aan de zijkantjes kijken. En waar ben je nu? Ik denk eerlijk gezegd wel dat jullie wat meer... Ja, waar de vendingmachines staan, daar ben ik nu. Oh, hier is wel geloot. Heeft er iemand een Shadowstone gebruikt? Nee. Dat dacht ik al, daarom wilde ik het al niet vragen. Maar nu ik er toch ben, ik zag dat hier namelijk geloot was. Ja. Niemand in de wc, niemand moest even naar de wc toe. Ik ben daar net gegaan. Oh wacht, daar kan je natuurlijk ook zitten. Ik heb wel vergeten door te trekken, maar... Dit is namelijk wel echt een sneaky plek. Oké, hier ligt de kist nog wel. En daar op de randjes kun je ook zitten, maar daar zit dus niemand. Hey Liam, hoorde ik nou iemand lopen? Ja, dat was Liam. En dat was ik. Ryan? Ja? Liam lopen is? Oké, het was wel Liam. Nog eventjes voor de zekerheid. Trouw dit niet helemaal. Oké, misschien beweegde ik ook een beetje, maar ik denk dat je mij niet kon horen. Nee, ik denk dat jij wel iets verder... Oh my god, nee. Is Rick, waar zat Rick? Ik zat te kijken wat voor speciale item ik jou gaf, maar jij krijgt deze, Rick. Dank u. Een boogiebom. Nog één. Ja, hoe weet je dat? Nu hoor je hem, hè? Ja, ik hoor hem. Nu hoor je hem, dus ik weet dat jij in de buurt bent. Oké, ik ga er... Denk eigenlijk... Ik hoorde hem ver, Linda. Je hoorde hem ver, oké. Zo. Dat hoor jij, hè, Ryan? Ja. Weet je wat ik voor jou gewend ben, Ryan? Nee. Ik zeg niet dat je hier zit, maar ik ga er altijd voor jou, bij jou vanuit dat jij hoog zit. Ja, dus vandaar dat vandaag ik zit ik echt toe. Heel hoog. Heel hoog zit jij vandaag? Ja. Oké, het is wel een beetje voor de hand liggend. Als jij in de roze boom gaat zitten. Maar ik ga het toch eventjes weghakken. Nee? Waarom zit je? Heb ik je al? Ga eens even kijken hoor. Wat is er grappig? Nou, niks. Wat mis ik hier? Wat mis ik hier? Niks. Oké, jij zit dus niet hier. Rick. Ja? Waarom bouw je daar het trappetje? Ja, ik dacht, vond ik leuk even. Oh, oké. Ik ga toch weer heel eventjes hier kijken. Ik hoor namelijk hier, oh, dus ook Liam weer. Ja, Liam is dat misleden gewoon. Hier kan je ook via de zijkant in, maar niemand heeft een Shadowstone gebruikt. Rijden? Ja. Hoor je mij op het moment? Misschien. Ja. Misschien. Maar doe wel even weer mij. De deur dicht, hè? Dicht gedaan? Oké, dan mag ik het. Zo mag ik het horen.
Toch heb ik het idee dat jij hier ergens bent. Ik weet niet waarom. Ik ben aan het... Ik ben... mijn studiemateriaal aan het controleren. Je bent... Jongens, dit kan niet hoor. Hij zit hier wel ergens, maar niet hier binnen. Hij kan mij volgens mij zien. Waarom staat er daar een vis? Een vis? Ja, oh nee, dat is Rick. Oh. Een hele mooie tip, Ryan. Waarom staat er daar een vis? Kijk, je zit niet in dat gebouwtje daar, hè? Nee. Okay. Jongens, waarom lachen jullie? Hey! Je kan er ook één krijgen hoor, Rick, maar ik kan het leven. Nee. Oké, Ryan. Rick, ik ga je ook één geven hoor. Oh nee, ja, geef Rick er maar één dan. Oeps. Hoi Ryan. Uh-oh. Wat is er? Hè? Wat is er? Oh, die was wel heel mooi. Wat is er, jongens? Wat is er? Oh, hoe je daar bouwde. Wat dan? Nee, gewoon, was echt grappig. Ik doe even geen materiaal bij. Waar is die nou? Lukt het, Linda? Jij zit hier ergens. Ja, maar waar? Ja, dat is de grote vraag. Eens even kijken. Ik ga nog een keertje hier kijken. Ja! Ja, hallo. Hallo. Ik heb hier mooi gesprayed. Ja, dat is mijn lievelingsspray. Mooi hoor. Ja. Ik wist het. Ik wist dat je... Maar ik dacht al, ik zit onder je. Daarom ging ik al naar boven. Ja. Ik dacht al, want ik zag je vanaf deze kant schieten. Maar ik wist natuurlijk niet vanaf welke ruimte het was. Dus ik bouwde naar boven. Toen dacht ik, ga voor het midden. Er zat er net eentje lager. Ja. Maar goed, ik heb jullie allemaal gevonden. Ja, daar ga ik nog zoeken in Flush Factory. Oké, iedereen zit verstopt in Flush Factory. En ik heb een vraagje voor jullie allemaal. Zitten jullie allemaal goed verstopt? Nee. Nee? Nee. Ik hoop het. Redelijk. Oké, dat geeft me heel veel motivatie om te zoeken. Dat dacht ik al. Ik kom eraan. Hoppa. Dun, 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 dun. Als het nu iemand geleeg vindt, hè. Nee, alsjeblieft niet hoor, Ryan. Nee, alsjeblieft niet hoor, Ryan. Ik begin aan de linkerkant van Flush Factory. Aha. Ik hoop dat iemand dan nerveus wordt. Ik word nu al links nerveus. Links vanaf als je daar binnenkomt of links voor ons? Links als je binnenkomt. Oh. Valt voor mij. Ga je gang. Oké. Ga ik zeker doen. Tot nu toe zitten jullie allemaal nog safe. Ja, sowieso. Want anders zou ik jullie al gevonden hebben, hè? Oké, dus hier zit helemaal niemand aan de linkerkant. Moet ik sowieso die containers checken. En die randen hier, want dit zijn ook sneaky plekjes. Liam zit al te lachen. Ik hoor echt Liam. Nou, Liam, waar heb je zitten lachen? Heb je best een pretje, Liam? Erin. Wat? 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 Oké, Liam, ik kom zo bij terug. Nee, er is niemand in de containers. Hier mocht je ook nog bovenop zitten, dus ga ik dit gelijk checken. Niemand achter de boompies. Misschien kan... Neem je het wapen wel mee? Nee, die laat ik liggen. Okay. Ik denk dat Liam hoog zit. Anders kan hij mij niet zien. Oeh, dit is echt zo'n plek voor Linda hier. Oh, wat voor plek is het? Ja, in de container. Nee. Ik heb nog nooit in mijn leven in een container verstopt gezeten. Nee, maar ik vind dat het een sneaky plekje is voor jou. Nee, maar er zit niemand in die container hier. Achter de vrachtwagen? Eronder? Nee. Misschien moet je een ijsje halen. Ja, zo meteen. Oké. Ja, ik ben nog niet eens binnen. Ik doe eerst alles buiten, dus. Waar ben je dan? Ik hoor iemand lopen. Dat kan niet. Ja, ik hoor iemand. De kist is ook...
Nee! Ja, Liam, ik hoorde je lopen, joh. Oh, shit. Het is zelf verraden, ja. Liam, ik raak je één keer. Zo. Dan ik heb je gevonden. Yes. Dan moet ik nog Linda en Rick zien te vinden. Ja, Rick, ik moet zeggen, Rick zit wel heel goed verstopt vandaag. Ja. Hij is nog goed bezig, Rick. Geen één keer als eerste gevonden. Hey, Rick. Hey, Ryan. Hey, ik had het net Dank over je. We hadden het er toevallig net over. Ja. Hier, je mag bonussen van me. Oh, dank je. Alsjeblieft. Oké, dan nog alleen Linda. Dit is een easy potje. Linda, zit je niet op de wc? Nee? Nee. Oké, oké. Nou, dan ga ik even binnen gaan zo. Laat maar. Laat maar zitten. Ik ben niet eens binnen gegaan. Linda? Puur omdat je... Ik je als laatste heb gevonden. Ja? Ja? Moet ja. ik nog één keer doen. Yeah! Doe ik. Leef, ik kan alleen bij je schieten. Oh, ik hou ervan. Oh. Oh. Oh, dat is weer zielig. Rick, alles goed? Ja. Naar Liam, je ook? Nee. Nee? Oké, okay, oh. Dus jullie zijn allemaal gevonden, dus vond je de video leuk, doe zeker een duimpje omhoog. User left check your channel. Zeker de rest uit en dan zie ik jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye bye. Doei doei.